Vooraf aan deze Bijbeloverdenking willen we eerst een zegen vragen over het heilige woord wat voor ons ligt. En ook een zegen vragen over de opening van onze harten door de Heilige Geest willen we bidden. Almachtige en eeuwige, getrouwe God in den hemel. U zijt heilig en volmaakt. U bent rechtvaardig. En wij als mensen, wij als gevallen mensen, wij zijn onheilig en wij zijn onrechtvaardig. En nu kunt u met de zonden geen gemeenschap hebben. En daarom vragen wij u, wilt u alstublieft ons aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heer Jezus Christus, opdat u door uw Zoon ons zout wassen en reinigen in uw dierbare bloed, van welke het woord getuigt, uw heilig woord, dat u in de wereld gekomen bent om te zoeken en zalig te maken hetgeen wat verloren is. En nu ziet u ons hier en u kent onze gedachten, u weet onze woorden en onze werken. Wilt u de ernst van het leven op het hart binden? De ernst, de noodzaak van bekering en geloof. En nu bent u het alleen die dat geloof in de harten doet planten, die waarachtige bekering, door u en tot u. Dat gij gaven wilt uitgeven, opdat zelfs het wederhoren gekroost altijd bij u zou wonen. Daar zal toch plaats voor gemaakt moeten worden door uw dierbare geest. Want waar uw geest is, daar gaan de raderen. En daar wordt dat levendwekkende woord in gang gezet. De woorden des eeuwigen levens. En als u spreekt en als u gebiedt, ach, dan brengt u ook werkelijk alles mee. Dan brengt u uw noordenwind mee. Die verpletterende noordenwind die ons hart en ons leven doorsnijdt, die doorgaans koude noordenwind, die afbrekingen van al onze eigen gerechtigheden, die afbrekingen van zonden en misdaden, als u met uw geest komt. Want waar de geest is, daar is vrijheid. Maar dat zal ook gepaard gaan met die zwoele zuidenwind, want dat zal die vrijheid eenmaal bewerken, ook in de harten. Maar om eerst
te doorzien, dat lot. Hoe zullen wij toch rechtvaardig verschijnen voor God? Want u wil dat aan uw gerechtigheid genoeg geschieden. Niet meer en niet minder. Opdat u van uw hoge troon zou nederzien naar ons nietige mens. Wij zijn niet aan ijdelheid. Opdat gij door uw woord en door uw geest zou leiden in alle waarheid. U bent immers de weg en de waarheid en het leven. Het eeuwige leven is dat zij u kennen, namelijk de enige en de waarachtige God. Wilt u ons bedouwen met u? Wij hebben het niet verdiend, maar menigmaal heeft u toch uw blijken willen tonen. Uw blijken van goede tierenheid, dat wij dat niet verdiend hebben en dat we keer op keer moeten belijden. Zoveel zonden, duizenden malen verzondigd. Maar nochtans wilt gij bemoeienissen hebben met ons als land en volk en met ons persoonlijke leven. Nochtans blijft gij dezelfde, die al van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Bij u is volkomen verlossing. Bij u is volkomen zaligheid. Maar wat hebben we ter laag afgebracht? Wat hebben we toch veel zonden in de achterliggende periode weer gedaan? En dan moeten wij diep ons hoofd buigen. En dan moeten wij in het stof neerzinken. Daar wij niet anders zijn dan stof en as onrein. Maar dat we door de middelaar gereinigd zouden worden. Opdat gij in uw liefelijke evangelie u zou zelf voorstellen. Als de weg des levens. Als de eeuwige en de onveranderlijke God. Ja, wij hebben woorden tekort en wij hebben u zoveel te vragen. Daar wij geen rechten of aanspraken hebben. Neem onze stamelende dank aan. Geef ons genade. Dat we uit genade leren leven. Omdat wij immers uit genade zalig kunnen en moeten worden. En dat u oren wil geven om te horen. De woorden die ten eeuwige leven zijn. Die u in uw rondwandelingen op aarde heeft de kwade boze geesten bestreden en heeft uw heilige geest te midden van uw volk en kinderen doen wonen. Opdat zij als wederhorigen zouden horen en zouden opmerken dat u een God bent die leeft en die op aarde vonnis geeft en dat u en van rechter tot onze redder zoudt worden. Wij hebben dat niet verdiend. Wees met land en volk, iedereen die in zijn hoogheid gezeten is, en iedereen zijn eigen persoonlijke leven. Want we leven toch in een tijd waarin uw kinderen door genade het goede kunnen en willen doen. En dat dat allemaal van hoger hand wordt afgesneden. Bewaar en behoed uw kerk. En zet ze op palen. Want uw goedheid, zeer een goedheid, kent toch immers geen palen. En die heilige landpalen die u zelf hebt gesteld. Tot een vaste zekerheid. Tot een verbond, tot een teken. Dat u niet laat varen door hand. Zoudt u die vastigheid willen doen bestendigen door uw woord en door uw geest, opdat we geleid zouden worden op het pad des levens. Want wij leven immers in onze natuurstaat op een pad dat ten doden leidt. Maar dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en ieder die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven.
opdat gij zoudt spreken door uw geest, leef in uw bloeden leef. Vergeef alstublieft al onze zonden die uw hoogheid schonden. En dat ook in de laatste tijden dat uw hand ons neerslaat door allerlei epidemieën en door omstandigheden. Ach, gij evenwel, gij blijft toch dezelfde. Dat zijn nou de woorden die van u zijn. En uw woorden zijn getrouw en alle aanneming waardig, dat u, o Heer Jezus Christus, in de wereld gekomen bent. Verlorenen te zoeken, om ze op te richten, om de kranken te genezen, om de zieke geesten uw Heilige Geest te schenken, opdat ze mogen geloven door het geloof. Ach, zo eenvoudig is dat nou, Heere. Door dat waarzaligmakende geloof. Omdat ze nog een kruimeltje geloof zouden krijgen om te geloven. Ja, de woorden die ten eeuwige leven zijn. Snij onze hoogmoed af. Ons hoogmoedig bestaan. Wilt u dat ten gronde doen? Nederdaal. Maar alles wat door de zwaard des geestes wordt weggesneden, ook door uw noordenwind, dat doet toch zeer in het leven. Dat doet toch zeer. Maar het heeft van zich een vreedzame vrucht, omdat u in de verdrukkingen lijdzaamheid wilt schenken. Een tegenspoed geduldig het kruis te dragen. Ziende niet op zichzelf, maar ziende op u, o overste leidsman en voleinde des geloofs. U bent het, de getrouwe, de waarachtige, de eeuwige God in de hemel, die dat kan schenken en die dat wil schenken. We hebben zoveel tekorten, we hebben zoveel gebreken, maar roer onze tong alstublieft aan. Geef ons een nieuwe tong en mond om te spreken. En behoed ook onze deuren van de mond. Opdat niet onbedachtzaams iets zou ontglippen, maar dat uw geest ons in al de waarheid leidt. Namelijk door datzelfde heilige woord en door uw heilige geest. Uit genade. Om uwentwil. Amen. Wij hebben een gedeelte voor ons liggen en wel in Marcus 2. Marcus 2, de Heilige Schrift, hebben wij voor ons liggen in het Heilige Evangelie van de Heer Jezus Christus, die namelijk zelf zijn wandelingen maakt te midden van Galilea en de omringende plaatsen om de boze geesten te bestrijden, de zieken, de kranken te genezen, om onderwijs te geven. Dat heeft hij in de eerste plaats ook tot zijn discipelen gedaan, waar zijn discipelen van achter de netten zijn geroepen. Ik zal u vissers van mensen maken. De eerste hadden de discipelen, net zoals iedereen, een beroep. In die tijd had men nog vele ambachtsberoepen. Dagelijkse beroepen die vanzelf nodig zijn in het leven. Om van onderhoud te voorzien, eten en drinken. Een dak boven het hoofd. Nee, maar nu heeft de Heer Jezus zijn discipelen van achter de netten geroepen. Ik zal u vissers van mensen maken. Volg mij. Zo opmerkelijk zijn toch twee woorden. En zo vooraf aan het Marcus-evangelie. Een inleiding op het woord. Het heilige woord. Want het is altijd belangrijk om bepaalde achtergronden
in het licht te stellen. De Heer Jezus Christus, hij gebruikt ook in zijn prediking vele gelijkenissen. En hij wilde het op eenvoudige wijze ook onder de mensen brengen. Jazeker. En vanuit Marcus in het begin weten we dat de heiland al genezende doorging in de landpalen ook van Galilea. In geheel Galilea. Ook wel het Galilea der heidenen genoemd. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus niet alleen onder de Joden zijn prediking hield, maar ook later wees op dat de heidenen ook zijn naam zullen horen. En dat zij een blik naar binnen krijgen geslagen. Dat we in zonden zijn ontvangen en geboren. En dat we ten diepste het voorwerp zijn geworden van zijn toren. Opdat we zouden zien de grootheid van onze kwaad. Want in Marcus 2 zien wij dat een kranke door zijn vrienden bij de Heer Jezus wordt gebracht. Ten diepste is Christus het die de genezing van de geraakte aan de voeten van de Heer Jezus brengt. En dat is al een prediking op zich. Jawel, dat is een prediking op zich. Maar nu ook in geestelijk opzien zijn wij allen van nature ongeneeslijk ziek. En ten eerste, die ongeneeslijke ziekte, die hangt niet in de lucht. Nee. Dat maken ze u in deze tijd wijs, dat die ongeneeslijke ziekte een beetje in de lucht hangt. Kunnen wel kernen van zijn, maar die ongeneeslijke ziekte, die zit in de eerste plaats in ons hart, in ons hele wezen. En zeker in het einde der dagen gaat de Satan rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En in deze tijd wordt alles wat een beetje naar godzaligheid ruikt, dat wordt verdacht gemaakt. En de regering doet eraan mee. Kijk maar, kerken moeten gesloten worden. Ja, maar dus een mondjesmaat nog af en toe een plekje innemen. Maar wat is het? De ouderen worden aan hun lot overgelaten. Ze moeten in eenzaamheid hun ziekbed doorgaan. Ouderen moeten eenzaam de laatste adem uitblazen. En wat een ernst in dit leven. En wat een prediking. En dat de genezing van de geraakte hier in Marcus 2 staat opgetekend. Wij zijn mensen van gisteren. Maar hij is heden en gisteren dezelfde. De eeuwige, de onveranderlijke. De ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Die leeuw uit Juda's stam. Ja, die leeuw die zal brullen in het einde der dag. De leeuw heeft gebruld. Bekeert u, bekeert u. Het koninkrijk der hemelen is daarbij gekomen. En wie zal God zien en leven? Wie zal hem zien? We moeten ziende gemaakt worden. Ziende gemaakt worden. Zo eenvoudig is dat nou. Opmerkende gemaakt worden. Uit ons geen vrucht in de eeuwigheid. Vragen om die geest der waarheid en der gebeden. Dat is toch zo nodig. Want wij hebben allen een dodelijke kwaal in ons omdragen. Maar wij zijn koud nog heet. We zijn lauw. De slagen van de wet niet gevoeld. Maar die wet eist volmaakte gerechtigheid. Die wet eist van ons ook wat wij niet doen kunnen.
Wij hebben allen tegen die geboden gezondigd en geen één daarvan gehouden. Want het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Nee, we zijn in zonde en in ongerechtigheid geboren. Het voorwerp van zijn toorn. Om daar eens een moment bij stil te staan. En dan gaat werkelijk de hand op de mond. Als we David horen roepen en kermen. Ik vind geen rust, noch ontferming. Hebt gij mij verlaten? Ten diepste, de middelaar. In zijn lijdensgang verlaten. En Luther spreekt, God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Wie kan dat verstaan welke lijdensweg de middelaar heeft gegaan? De middelaar Gods en der mens sprak ook tot zijn moeder, de Maria. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Weent ook voor uzelf. Dan hebben we genoeg aan onszelf. Genoeg. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. De prediking die uitging. Wie zou kunnen verstaan? De heilige rechtvaardigheid. De volmaaktheid die de middelaar onder de mensen heeft gebracht. Dat hij de weg is en de waarheid en het leven. De weg. Niet zomaar een weg. De weg die ten eeuwige leven leidt. We willen een gedeelte overdenken van Marcus 2. Van 1 tot en met 12. Marcus 2. Van 1 tot en met 12, we willen het nog gedeelte lezen. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En hij werd gehoord dat hij in een huis was. En terstond vergaderden daar velen. Alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder waar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten. Wat spreekt deze, al de godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf den overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw beddeken op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte. Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond zeide hij, en terstond hij op het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten, en verheerlijkende God, zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. De prediking waar Jezus was, ging altijd uit tot de schaar.
en allen die het woorden. De meesten verwonderden zich altijd over zijn teken en wonderen. Want men wist ook wel vanuit de andere geschriften, vanuit het Oude Testament, dat de profeten wel geprofeteerd hebben dat de Messias in het vlees zou komen. Maar men wist in die tijd niet in alle tegenwoordigheid wat de bedoeling was van de Heer Jezus Christus. Want velen in die dagen hadden een eigen gecreëerd godsbeeld. Velen wisten dat uiteraard God in de hemel woont en troont. En die persoon uit Nazareth, ja, velen zeiden toch ook in die dagen, kan uit Nazareth iets goeds komen? Dat Nazareth, dat was veracht. Dus velen hadden een historieel geloof, wondergeloof, want men was uit op wonderen en tekenen. En velen leefden eigenlijk alleen maar bij de wet. De wet eist van ons wat wij niet doen kunnen. Maar nochtans zijn wij verplicht die wet te onderhouden. Maar velen geloofden immers niet in de Zoon van God. Of althans niet die man uit Nazareth. Maar nochtans, de middelaar, te midden van al die volkeren van rondom, al predikende, melaatsen werden gereinigd. Gereinigd. En dat is gelijk een les. Zien wij door de ogen des geloofs dat wij gereinigd moeten worden, gewassen, een nieuw en een rein hart moeten krijgen. Dat we niet alleen zonde doen in ons natuurbestaan, maar dat ook de voorgeslachten die ons voor zijn gegaan, dat ook die erfenis van de zonde op onze schouderen rust. En dat we moeten bezwijken. Dat we met David zouden gevoelen de grootheid van ons kwaad. Die zonden die zien we steeds voor ogen zweven. Hebben tegen u, tegen een heilig en een rechtvaardig God misdreven. Was en reinig ons gemoed. En reinig ons van al onze vuile zon. Blijkbaar is de middelaar na een rustperiode en na sommige dagen wederom binnen te Capernaum gekomen. We moeten niet vergeten dat de middelaar na zijn mensheid ontelbaar smaadheden heeft moeten verdragen. En dat hij ook de lichamelijke kwalen heeft moeten ondervinden. Dat moest immers God en mens zijn. In de hof van Gethsemane heeft hij later toch
uitgesproken hoe word ik geperst. Hoe hij bestreden is door het kwaad, door de duivel. Dus hij heeft naar zijn mensheid ontelbare smarten moeten dragen. Hij moest ook in de nacht, net als iedereen, rusten. Tijdsperioden heeft de middelaar meegemaakt hier op aarde. Kwam te Capernaum en er werd gehoord dat hij in een huis was. Zoals zoveel malen hij de mensen opzocht, zocht de mensen zelf op. Om de wijzen te beschamen. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Een hele drommen van mensen uit gehele steden kwamen bijeen vergaderd om hem te verhoren. En zoals al eerder genas hij velen, duivelen uitgeworpen om de duivel te beschamen, om de boze geesten uit te werpen. We zien dat gij niet verleid wordt. Zeer vele vreemde geesten zijn uitgegaan. Onder het mom van rechtheid. Onder het mom van eigen wijsheid. Onder het mom van hele gedeelten uit het hoofd te leren. Maar het moest een voet lager zakken. Hij bestrafte de schriftgeleerden, de fariseeën. Zo zullen we straks ook wel in het verdere gedeelte horen dat hij de vreemde geesten uitwierp en dat hij bezetenen door zijn geest wederbaarde in het hart, genezen en de smart verzacht. Opdat de mensen ook op zijn tijd zouden zingen in de blijde rij van de blijde maren. Opdat alles uitloopt, de roem en de verheerlijking van zijn driemaal heilige naam. Want hij was immers hier op deze aarde gekomen, moeten we goed verstaan, om de wil zijns vaders te volvoeren. En hier vanuit het eerste vers en zien we ook al de mededogen van de Heer Jezus Christus. Het mededogen, de innerlijke ontferming, de innerlijke liefde tot zondaren. Die het leven niet meer in eigen hand heeft kunnen houden. Maar die vanaf het vlakke des velds opgericht worden. En tot hem opgericht. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Vele plaatsen heeft hij bezocht. In de Bijbel staat in vele vlekken van het land. Dat betekent heel eenvoudig. Vele plaatsjes waar hij kwam. Vaak op een hoge bergen. Waar de mensen hem konden zien in al zijn schoonheid ook. Maar vele waren blind. Maar ook vele waren door de Heilige Geest ziende gemaakt. Om de koning te zien in al zijn schoonheid. En die daar gaat op die koets, op het woord van zijn waarheid. En daar hij zou rijden op het woord zijner waarheid. Salomo was daar een voorbeeld van. Vele wagens, vele ruiteren, vele paarden. Maar hoe veel te meer de meerdere Salomo. En zo zien wij ook dat de Heer Jezus Christus vele gelijkenissen, vele voorbeelden gebruikt. Heel eenvoudig om de mensen wat duidelijk te maken. Ja, niet zomaar wat. Maar om
vlees geworden woord duidelijk te maken. Dat hij zelf aan de weg is. En dat het geloof in de Zoon van God noodzakelijk is om hem te erkennen als de borgen middelaar. Om hem nodig te krijgen, want hij spreekt vanuit zijn woord. Ik wil niet dat enige verloren zou gaan vanuit de Petrusbrief, maar dat ze allen tot bekering zouden komen. Maar ook wijzende op hun verloren doodstaat. Dat ze zelf door de werken der wet niet zalig kunnen worden, maar alleen door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus, namelijk wast en reinigt van alle zonden. En terstond vergaderden daar velen. Blijkbaar waren de Joden en de schriftgeleerden, het waren ook Joden, die waren bijeengekomen. Ze vergaderden daar velen alzo, ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten. Dus als u dat zo voorstelt, daar te Capernaum, daar had men in het Midden-Oosten vele platte daken. Hè? En alles was daar nog, zoals wij zouden zeggen, vanuit de prehistorie gezien, was dat allemaal nog eenvoudig. En vanuit het oosten, daar zo, had men van die kleine huisjes, van die platte daken. En ja, daar konden de mensen toch ook wel op staan. En dan konden ze snel alles zien. Denk aan bepaalde schriftgedeelten waar ook een David daar Bathseba op een plat dak zag. Dus blijkbaar gebruikte men ook de daken voor badplaatsen. Hoe het ook zij, vanuit de schrift horen we dat vier vrienden een geraakte op het platte dak brengen. Omdat, ja, het was helemaal vol met mensen. Ze zaten bepakt en bezakt. Iedereen zat tegen elkaar om die persoon uit Nazareth te horen. Die zichzelf en ook Gods Zoon noemt. Ja, en velen hadden toch ook wel gezien de wonderen en tekenen. En hij sprak het woord tot hen. Ja, alle woord wat uit zijn mond is gegaan. Niet alles staat opgetekend in de Bijbel. Maar we zijn ook dankbaar dat zoveel woorden nog steeds tot op de huidige dag zijn bewaard. Dat het woord eeuw in en eeuw uit doorgaat. En er kwamen sommigen tot hem, brengende geraakte die van vier gedragen werd. Een verlamde man. En of hij nou van zijn geboorte af verlamd was, dat weten we niet precies. Maar we geloven wel dat hij vanaf zijn geboorte verlamd was. Want veel in het leven als iemand verlamd is, veel gebeurt er dat iemand zo geboren wordt. Of het is ineens door een ongeluk of, ja, of door spieren die niet meer functioneren. En daarbij zien we toch ook gelijk, ja, wat is de mens? Hoe broos is een mens? Ja, gelijk een bloem op het veld. Hij wordt eventjes gezien en hij doet met zijn schoonheid nog wel pralen. Maar daarna, zelfs al als gras en als hooi, wat eventjes gezien wordt. Maar als het verwelkt door de wind, als het afgesneden wordt, dan kent men zelfs zijn standplaats al niet meer. Maar we geloven van harte dat deze vier vrienden, die verlamden, door het waarzaligmakende geloof, gedrongen worden tot een middelaar, tot de Zonen Gods.
die namelijk de woorden heeft des eeuwige levens en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Maar ze konden de middelaar eigenlijk niet bereiken. Maar we geloven dat de geest der waarheid en der zekerheid en der vastheid en der kennisse Gods, die vier vrienden geleid heeft tot op het dak. En niet tot hem kunnen genaken, overmits de scharen ontdekten zij het dak waar hij was. Dus blijkbaar hebben zij die vriend naar boven getild. Opgetild. Omdat zij gedreven waren door de geest der vrijheid. Omdat zij vrijmoedigheid hadden verkregen door de genade die is uitgestort in het hart. Om tot hem, namelijk de leidsman, de overste leidsman, de medicijnmeester, te brengen. Ja, die geraakt. Zij hebben dat dak opengebroken. En dat bed waar de geraakte vanzelf op lag, ja, dat hebben zij zachtjes naar beneden doen dalen. En al die drommende menigte, ze zullen wel naar boven hebben gekeken, wat gebeurt hier nou? Zal toch wat zijn, als dat voor uw ogen gebeurt? En wij kunnen toch ook niet precies voorstellen hoe dat is geweest. Hoe dat is geweest. Maar als je er enig ietsjes besef van zou krijgen, en wat dat is. Zulk een geloof. Ja, daar in Galilea te Capernaum. En zulk een drijfveer. En niet door mensen hulp. En niet door eigen kracht. Maar door de kracht van de Heilige Geest gedrongen. Tot die Lievenborg en Zalig. Die hun kan redden. Die geraakte, die verlamde man. Kan genezen. Wat een prediking. Wat een woorden wat we nu ook lezen. Wat we straks ook willen overdenken. En Jezus, hun geloof zien. Hij zag de diepste schuilhoekjes van hun harten. Hij wist hun wezen van het bestaan. En door innerlijke ontferming bewogen ook. Ja, en Jezus hun geloof ziende, zeide tot hen geraakt. Dat gaat zo in een snel tijdsbestek dat de middelaar hun harten aanziet. En dat doet nu alle godsdienst van deze tijd beschamen. Want dan moet men wel een heel boekje openleggen om te zeggen wat de bekering is. Maar als God een werk begint, dan weten we bij tijd en wijlen, dan weten we er niks meer van. Dan zien we alleen nog maar die zonde voor ogen zweven. Maar hier, de prediking van Jezus, doet velen in deze dagen beschamen. En dan moet dit gebeuren en je moet je klokje erop stil kunnen zetten. En je moet zus en je moet zo en je moet nog wat mee. Nee, we mogen niks meebrengen. We kunnen niks meebrengen. Alleen maar zonde en schuld. Hij ziet het hart aan. Hij wederbaart. En Jezus hun geloof zien. Zij tot een geraakte zoon. Uw zonden zijn u vergeven. En we geloven ook dat hij geraakt heeft geworsteld daar op zijn ziekbed. En dat die vier vrienden hem hebben ook gehoord. Dat ze gezien hebben dat zielen lijden. En dat hij ook van zijn schuld en zonden ontdaan moest worden. En dat hij een nieuw en een rein hart nodig heeft.
niet verdiend, maar alleen in de verdiensten van de middelaar en van de Zoon van God. Want wie eenmaal zijn stem heeft gehoord in al zijn schoonheid en waar hij met een heilige geest overkomt, ja, daar is vrijheid, daar is liefde, daar is enigheid, daar is geen twist, daar is geen tweedracht. Daar zijn geen muiterijen, daar zijn geen ketterijen, daar zijn geen boosheden, maar daar is vrede. De vrede die alle verstand te boven gaat. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun hart. Sommigen, dus niet allemaal. Niet allemaal, hè? Nee, wij scheren alles wel over in kamp van nature. Die zus en die zo. Nee, sommigen, schriftgeleerden, zaten al daar en overdachten in hun harten. Nou, in de eerste plaats is dat geen verkeerde zaak. De overdenkingen des harten. Maar is dat ook in de oprechtheid des harten? Daar gaat het over. Als we eens overdenken. Dat hoeft niet gelijk een verkeerde zaak te zijn. Maar alle verkeerde overdenkingen zijn immers ook zonden voor zijn aangezicht. Gedachten. Maar ook in woorden en in werken. Het behoedt onze deuren van onze mond. Opdat niet onbedachtzaams iets zou ontglippen. En zet een wacht voor onze lippen. Behoed de deuren van onze mond. Maar wat daar volgt vanuit die harten in het 7e vers van sommige schriftgeleerden, wat spreekt deze al de godslasteringen? Wie kan alleen de zonde vergeven dan alleen van God? Dan alleen God? Daar bleek de zonde van de schriftgeleerden openbaar te komen. Ja, welke zonde? Nou, in de eerste plaats dat zij niet geloofden dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ze geloofden ten diepste niet. Ze hadden wel een soort geloof, ja. Een tijdgeloof. Misschien nog wel een schriftgeloof. Geloof met eigen waarheden bestempeld. Maar het zat in het hoofd. Maar het moest een voet lager zakken tot in het hart. Dus velen, ze leefden alleen bij het doen en bij het laten. Maar waar was de liefde? Waar was de mededogen heen? Waar was het mededogen? Velen leefden bij brood en spelen. Ze gebruikten de tempels. Ze gebruikten de synagogen voor wisselgeld. En geld speelde een grote rol. Als men maar geld in het laadje bracht. En als men maar eer en aanzien had. De hoeken van de straten. Bidden, uren bidden. Opdat ze van de mensen gezien zouden worden. Maar hier blijkt. Die overdenkingen die kwamen tot verkeerde uitingen. Want ze spraken over, ja, dit zal toch wel godslastering zijn. Want men zat zelf op de troon. Ten diepste, dat is een les. Wij zitten ook zelf op die troon. En we moeten van onze hoge tronen worden afgestoten. Om te zien de grootheid van onze schuld en van ons kwaad. Want ze zeiden, wie kan alleen de zonde vergeven dan alleen God? Een voorkomende waarheid. Oh ja, wat waarheid was, dat kon men wel zo voor de dag halen. Ja, en de wetten op hun tijd. En deden ze de wetten ook gebruiken, ja.
Er zat ook een diepe kern van waarheid in, jazeker, jazeker. En veel woorden werden, ja, die waren toch wel voor kennisgeving aangenomen. Maar het wezen van het bestaan, de kern van de boodschap van vrije genade, hadden velen niet geleerd. Maar nu komt de Heer Jezus aan het woord in het 8e vers. En Jezus terstond in zijn geest, bekennende dat zij alzo in zichzelf en overdachten, zeide tot hen: wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Kijk, de middelaar, hij doorzag de diepste schuilhoeken van het hart. En hij zag de kwade, boze gedachten. Maar hij, altijd gedachten van goedheid. Ja, want waar hij spreekt, daar brengt hij mee rechtvaardigheid, heiligheid, oprechtheid. Woord der waarheid, dood en leven, vloek en zegen, namelijk de Christus der schriften, de weg, de waarheid en het leven. Ja, wat is lichter te zeggen tot de geraakte: de zonden zijn u vergeven. Of te zeggen: sta op, neem uw beddeken op en wandel. Er is een tegenpadstelling. Ja, natuurlijk. Velen in die tijd, schriftgeleerden en fariseeën, ze wisten wel dat, ze erkenden ook nog wel dat Jezus genezingen deed. Dat hij blinden het licht deed zien. En dat hij die melaatse heeft gereinigd. En dat hij van zijn zweren was genezen. En dat hij heeft gesproken: ik wil, word gereinigd. En dat herkenden ze misschien nog wel. Maar dat hij de Zoon van God was. En velen hadden toch ook wel gezien dat ook de discipelen ook wel genezingen deden. Maar nu komt ook de boosheid in hun harten openbaar. Want velen zeiden toch ook in die tijd: hij werpt de kwade geesten uit door de overste der duivelen. Door Beelzebul. O, wat een dwaasheid. En wat een hoogmoed in hun harten. En wat een venijn. Terwijl de Heer Jezus nou in liefde ook tot hen sprak: zo u leeft, zo u in het kwade leeft, zo kunt u niet verschijnen, die almachtige God in de hemel. Zo kunt u niet verschijnen voor die rechten van hemel en aarde. Niet door een opgeknapt leven, niet door eigen werken. Maar om eigen krachten te verachten, dat wordt op Christus school geleerd. Die leerschool van de Heilige Geest, die leerschool van vrijheid. Maar hij sprak in alle rechtvaardigheid, in alle heiligheid, in alle vermaning. En op zijn tijd ook door vertroostingen. Maar hij bestraft immers de fariseeën en schriftgeleerden. Een tegenstelling. Ja, wat is lichter te zeggen tot de geraakte: de zonden zijn u vergeven. Of te zeggen: sta op, neem uw beddeken op en wandel. Wat wilt u nou eigenlijk horen? Ja, waarmede heb ik u vermoeid? Waarmede? Ziet u dan niet? Ik heb altijd wonderen en tekenen gedaan. De wil van de Vader gedaan.
zijn knechten ten toonbeeld gespreid, om van hem te getuigen. In Markus 1 er wordt toch immers, ik meen, over de voorloper van de Heer Jezus gesproken. U heeft toch al die wonderen en tekenen gezien. De stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Hij heeft zijn knechten doen uitgaan. Waarmede heb ik u vermoord? Wat is het immers in uw hart? Welke tegendraadse padstellingen stellen jullie nou? Het is toch immers Johannes de Doper die van zichzelf heeft afgewezen op de middelaar. Kent u hem dan nog niet? Ja, die naam, die heilige naam, die enige naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig worden. De woorden van Jezus. Wie zal bevatten de rijkdom, de rechtvaardigheid, de almacht die daar is in hem? Mijn gedachten zijn immers hoger dan uw lieder gedachten. En tot zijn discipelen heeft hij verkondigd. Meen tegen Petrus. Al die dingen die geschied zijn. Na deze zult gij het verstaan. Na deze. Strakjes. Die hemel en die nieuwe aard. Ja, waarop gerechtigheid zal geschieden. Dan zult u het verstaan. Wat al dat zendingswerk teweeg heeft gebracht. Wat al mijn gestumper heeft teweeg gebracht. Niks vanuit mezelf. Maar alles uit hem. Zo reist het naar Jeruzalem. Zou een wonder zijn. Zou een wonder blijven. Straks aan te vangen. Dat nieuwe lied te zingen. Dat nieuwe gezang. Hem toe te zingen. Die grote God die wonderen deed. Wonderen doet op wonderen horen. Zo'n God van liefde. Volkomen zaligheid. In de eerste plaats rechtvaardig. De minste zonde geen gemeenschap kunnen hebben. Hij overzag en hij doorzag de hart. Zijn van die mensen die kunnen dwars door je hart heen kijken, lijkt het wel. Ze denken, die dienstmaagd, daar in de zaal van Caiaphas. Hij zag en ze zag Petrus dwars door zijn hart heen eigenlijk. Bent u ook niet een van deze? U spraak openbaart u. Petrus. Hij verloochende zijn meester. Maar hoeveel te meer heeft de Heer Jezus de harten doorzien. Ook dat hart van Petrus. Ten diepst is dat een les dat wij hem in het diepst van zijn hart geraakt hebben. Maar om genezing te vragen. Net zoals die vier mannen en die geraakt. Bij de voeten van de Heer Jezus te komen. Dan is het goed te roemen in hem. Te roemen in de Heer Jezus Christus. Of zoals ook wel gezegd wordt, te roemen in het kruis. Het kruis hoog opgeheven. Dat hij de wil zijn vaders heeft volbracht. Maar we moeten nodig naar de tekst verder. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte. Dus de Heer Jezus zei, doet zijn redenvoering voortzetten. Eerst sprak hij de schriftgeleerden in hun ongeloof aan, maar nu spreekt hij op het laatste ook tot de geraakt. De Zoon des mensen heeft macht. Ach, hij heeft almacht, namelijk alle macht in de hemel op de aarde, om te genezen, om te redden van het verderf. Zoals we al zeiden, velen in die tijd, ze hielden er wel een soort boekje op na om een bepaalde toetsing te maken van de mensen. Zo en zo. Ach, maar het is zeker hoor. Wet. Maar ook het evangelie. En dat in al zijn evenwicht. En hij staat niet naar zwaarheid, maar naar klaarheid. En toch, ik hoor iemand zeggen, ja, er moet toch gewicht in de schaal zijn. Jazeker, jazeker. Gewicht in de schaal van het goddelijke recht.
Wij hebben geen rechten of aanspraak. Wij hebben ze rechten verloren in het paradijs. Ach, daar was alles volmaakt in harmonie. Maar wij hebben gezondigd. Tegen de hemel en voor u. We zijn niet waardig uw zoon of dochter genaamd te worden. En dat we maar eentje zouden worden, toch van hem. Maak mij maar één als uw huurlingen. En zo heeft ook de verloren zoon dat toch immers mogen belijden. Omdat de middelaar die belijden is op de mond gaf. Eerst in het hart, maar ook tot in de uiting. En wat een wonder, hè? Nou, zeker. Dat die geraakte, die verlamde man. Hè? Dat die in de eerste plaats zijn zonden waren vergeven. Hè? Oh. Hij doet een volkomen werk. Hij doet een gepast werk. Weet u wel die geschiedenis van die 10 melaatsen? 9 waren niet oprecht genezen in het hart. Maar eentje die ging heen, gerechtvaardigd naar zijn huis. Die 9 hadden de bekering niet van nodig, maar die 1 wel. En daar had hij zelf uit zichzelf ook niet naar gevraagd. Daar had hij ook niet naar gezocht. En hij was een zoekende gemaakt, maar door de overste leidsman en de volleinder des geloofs. De zoon des mensen heeft almacht om de zonden te vergeven. Hij geneest. Hij heelt ten diepste de gebrokenen van harten. En hij verbindt ze in hun sparten. Die namelijk in hun zonden en in hun ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. Alles heeft een bestemde tijd. Alles heeft een bestemde tijd. Zo zegt Prediker het ons ook. Tijd om te wenen. Tijd. Ook om heen en te gaan. Naar huis. Ten diepste. Horen wij door de prediking van de Heer Jezus heen. Oh ja zeker. Tot die geraakt. Ik ga heen. Uw plaats te bereiden. In het huis mijns vaders. Zijn vele woningen. Anderszins zal ik het u gezegd hebben. En terstond stond hij op. Het beddeke opgenomen hebben, ging uit in alle tegenwoordigheid. Dus allen die dromden in dat huisje, die zagen wat de middelaar gedaan heeft aan zijn geest. Dat hij heen ging. De geest der vrijheid. De vrijheid der kinderen Gods. Zijn zonden in de eerste plaats vergeven. En naar ziel en lichaam genezen. En de smartende pijnen verzacht. Dan klinkt dat versje toch ook zo duidelijk. Blijdschap komt na veel smarten. Alle oprechte harten. Zing dan gij vromen rein. Verblijd u groot en klein. In de Heere u verheugt. En prijs zijnde vol vreugd. Zijn goedheid in het gemijn. O, dan mag gij de woorden mijn. Terwijl de Heer Jezus Christus in hun hart heeft gelegd. Oh, en daar komt nog wat achteraan. Hè. Allen zagen het in tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijken de God. Zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. Zulks gezien. Zulk een grootheid. Oh, wie zagen dat nog meer? Wie spraken die woorden nog meer? En verheerlijkte God. O, die herders in die velden van Efrata.
verheerlijkende God, prijzende en zeggende: Ere zij God, de hoogste hemel, vrede in het hart, vrede op aarde, de mensen een welbehagen. Hij had een welbehagen in het goede, in de gerechtigheid, in de zoen- en kruisverdiensten en van zichzelf voor zijn volk en kinderen, opdat doden zouden horen, stem van de Zoon van God, en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Zijn verheerlijkende God zeggende: wij hebben nooit zulks gezien. O, die diepte des rijksdoms, die wijsheid en de kennis Gods, wie zou kunnen bevatten en welke de hoogte, de lengte en de diepte van zijn liefde is? En wie zou kunnen verstaan? En wie zal dat kunnen bevatten? O, we geloven dat Johannes de Doper daar wat van verstaan heeft. De Heer Jezus, hij had Johannes de Doper lief. Stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Uge kemelharen mantel. Veelal in de woestijn levende. En waar was die man nou tevreden mee? Met de woorden van Jezus mond. En met de roede van de wet. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt op de tafel voor mijn hateren oog. En hij mag avondmaal houden. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Hij was tevreden, hè? Johannes de Doper was tevreden. Met het woord van de Heer Jezus Christus. Met de woorden die al gesproken waren door zijn profeet. Door Jesaja, door Jeremia. Tevreden ook. Hij had sprinkhanen en wilde honing. En wat kijken we dan in deze tijd? Ach ja, er zijn ook lessen in te trekken. Als je naar de maatstaven van de wereld niet mee kan doen, dan word je in een hoekje getrapt. En als je niet mee kan doen, ook op kerkelijk erf, hè, als je niet in het gelid loopt, dan hoor je er ook niet bij. Maar uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, zijn smaak en hart en zinnen strelen. Zijn woord is getrouw, daar kunnen we van op aan. We hoeven niet somber te zijn, want zijn woord bestaat in eeuwigheid. Zal niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, die een heerser zal zijn in Israël. O, maar wat kunnen wij zien in de nieuwtestamentische bedeling? En dat hij in het vlees geworden woord gekomen is. Om te zoeken. En om zalig te maken hetgeen wat verloren was. En om uit te roepen: niets uit ons. Het is alles uit u. Het is uw gaaf. Op zijn tijd en op zijn wijze. Ook schatten te halen uit dat woord. En om ze te drukken aan het hart. Omdat hij door zijn geest diezelfde woorden zou verzegelen in het hart. Genade, 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 zij dezelfde. Het is niet uit u, het is niet uit mij, het is alles zijn gaaf. Velen zagen dat die geraakte, die verlamde man, de eerste plaats zijn zonden vergeven waren. De tweede plaats, dat hij ook eerst naar de ziel en naar het lichaam gereinigd is geworden. Zalig geworden. Alleen door hem.
Thank you.